mijn kind. Nou, kijk eens. Maar die krijgt helemaal niet zoveel te reden, want die ben ik helemaal doorbouwen. Zo bieden we oplossingen in systemen, monitorsystemen. Precies. Ja, bepaalde speakers kan er soms ook wel een oplossing bieden. Dat op die waves, als er geen akoestiek is, dan moet je soms akoestiek maken. Met rondom stralende speakers. Op een beetje waar het podium zit. Op die directioneel zijn we inderdaad. Dus zo kan je akoestiek maken. Nou, je ziet hier dat er een... dit is eigenlijk de speaker al, die beweegt en het tweetertje zit hieronder. En die straalt dus helemaal rondom af. Dus je kan akoestiek maken door middel van deze speakers, door bijvoorbeeld door een galm op te zetten. Die komt dan ineens overal vandaan. Dus in plaats van dat je een speaker hoort, hoor je een galm. Hoor je want een galm uit twee boksen, Dat blijft nog steeds twee boksen. Het is heel mooi stereo, maar het moet juist een ruimte nabootsen. Dus dit moet je in de ruimte hangen en niet... dat kunnen we dan bijvoorbeeld maken. Dus daar staat een black box en je moet daar... Dan hangen juist de speakers in de zaal, in plaats van in de black box. Ja. Maar je kan het juist ook in de meter. We hebben ook wel eens gehad. Bijvoorbeeld toneelgroep Amsterdam, die doet hiermee.